Goedemiddag, we beginnen dit weerbericht met een kleine blik op een ander deel van Europa. Want ten oosten van Italië bevindt zich op dit moment een nogal intensief lage drukgebied. We zien het hier op de satellietfoto. Het is nogal klein en compact, maar eromheen draaien nogal zware regen- en onmisbuien. Die zijn ontstaan boven zeer warm zeewater, terwijl tegelijkertijd hoger in de atmosfeer veel koudere lucht aanwezig is. En ja, die hevige onmisbuien die draaien dus nu rondom dat centrum van het lage drukgebied. En in Inmiddels begint dat lage drukgebied eigenlijk een beetje de eigenschappen te krijgen van een tropische cycloon. En daarom noemen we het een medikane. En medikane staat eigenlijk voor een Mediterranean hurricane, oftewel een orkaan in de Middellandse Zee. En een orkaan is het ook eigenlijk bijna wel, want er worden windsnelheden gerapporteerd die richting windkracht 11 tot 12 gaan. En ja, de komende dagen gaat dat lage drukgebied richting Griekenland trekken en zal daar dan ook voor heftig weer gaan zorgen. Als we kijken naar welke waarschuwingen er op dit moment in Europa uitstaan, zien we eigenlijk een groot deel van Europa is weinig aan de hand. Maar juist daarbij Italië en richting Griekenland, daar is er op dit moment al code oranje van kracht. Dat is echt voor die heftige wind en regenval. En het zou ons niets verbazen als er morgen ook op sommige plekken code rood aanwezig is. Dat is dus echt een weeralarm. Nou, dan terug naar het weer in Nederland. Lang niet zo heftig. Vanavond en vannacht dan komt er wat meer bewolking. Met name in de noordelijke helft van het land. Er kan een enkel spatje regen vallen. De meeste opklaringen bevinden zich in het zuiden. Daar kan de temperatuur dalen naar 2 of 3 graden. Onder de wolken in het westen en noorden van het land wordt het ongeveer 5 tot 7 graden. De wind draait langzaam naar het westen tot zuidwesten. En wordt matig aan zeekrachtig. Windkracht 3 tot 6. Dan het plaatje voor morgen overdag. In eerste instantie hebben we nog best wel wat zonneschijn. Maar vanuit het noordwesten komt dan weer meer bewolking binnenzetten. En dat is een zwakke storing die van noordwest naar oost over het land trekt. Hij brengt niet alleen wat meer wolken met zich mee, maar ook een paar buien. Daardoor kan het eventjes dus gaan regenen. En misschien op een aantal plaatsen ook wel eventjes flink kan plensen zelfs. Nou, morgen is dan ook nog eens de intocht van Sinterklaas. De landelijke intocht is in Dokkum, in Friesland. Daar dus ook te maken met een aantal buien. Paraplu is dus wel nodig. En verder, ja, de middagtemperatuur ligt dus zo tussen de 7 en 9 graden. En de wind die is ook nog eens behoorlijk stevig. Eerst nog uit het zuidwesten, later draait hij naar het westen tot noordwesten... en wordt matig en zeekrachtig. En misschien zelfs even hard in het Waddengebied. Windkracht 4 tot 7. Dus als u ook naar die intocht van Sinterklaas gaat... Die niet alleen de paraplu is nodig, maar ook gewoon even een dikke jas erbij aan. Ja, en de dagen daarna op zondag ziet het weerbeeld er dan eigenlijk wel een stukje beter uit. Redelijk wat zon in de westelijke provincies, misschien een enkele bui vanaf zee. Maar het mag eigenlijk weinig naam hebben. Middagtemperatuur rond de graad of 9. En de wind die neemt geleidelijk aan iets af. Op maandag dan is het een grijze dag en behoorlijk regenachtig. Het is nog een beetje onzeker hoe het weer precies gaat verdelen, want we trekt een lage drukgebied dicht langs Nederland en misschien zelfs wel over het land heen. Dat heeft dan ook wel weer gevolgen voor hoe de verdeling van temperatuur is en van de wind. Zeer waarschijnlijk krijgt het noorden van het land de laagste temperaturen rond de graad of 7 slechts. Terwijl in Zeeland juist wat zachtere lucht van naar het westen kan binnenstromen en daar wordt het dan 10 of 11 graden. Afhankelijk van de koers van het lage drukgebied zal de wind overwegend toch wel uit richtingen tussen zuidwest en noordwest zijn. Maar misschien als het lage drukgebied nog wat zuidelijker komt, dat in Groningen de wind eventjes naar het oosten draait. Nou, de wind is over het algemeen matig, maar aan de kust misschien wel krachtig, windkracht 3 tot 6. Op dinsdag zien we dan weer wat zonneschijn in het weerbeeld verschijnen. De middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 11 en er waait een matige westelijke wind. En Kijken we dan tot slot nog even naar de dagen daarna, dan zien we eigenlijk dat op de lange termijn... Dat we niet omlaag gaan in de temperatuur, zoals we in dit jaargetijde eigenlijk behoren te zien, maar juist omhoog. Aan het einde van de week dan zou het zomaar weer eens op een aantal plekken 15 graden kunnen worden. Maar we zien ook een behoorlijke foutmarge nog in die, uh, in die grafiek, een soort onzekerheidsmarge. En dat laat zien dat hoewel 14 of 15 graden waarschijnlijker is dan zeg maar een graad of 9. Het is niet uitgesloten dat het dus niet zo zacht wordt als dat we op dit moment inschatten. Tot zover het weer van Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend en als u naar de intocht gaat, veel plezier.